Hey, leuk dat je kijkt naar de nieuwe Tekamp TV. Vandaag speciaal voor RTV Slos op pad, want het is Koningsdag in Steenwijk. En achter mij op de markt wordt druk opgebouwd. De voorbereidingen voor de opening van Koningsdag met natuurlijk de heildronk en de huldiging van de gedecoreerden. Ga je meekijken, dan gaan we zien wat zich daar afspeelt. Goedemorgen, dames en heren. Het is 10:00, we gaan beginnen. Dames en heren, het is weer voor het derde jaar bitterkoud, maar het zonnetje schijnt. Ik hoop dat we een fantastische dag krijgen met elkaar en ik wil het woord geven aan de luitenant-kolonel, de heer Derksen. Mag ik u verzoeken te gaan staan? Mooier kan het niet zijn. Geachte gedecoreerden, familie, dames en heren en ieder jaar meer en meer jongens en meisjes. Aan mij om aan u, om aan jullie als uw burgemeester van Steenwijkerland toe te spreken op deze feestelijke Koningsdag. Allereerst wil ik onze koning van harte feliciteren met zijn 51ste verjaardag. Ik hoop dat hij, samen met de rest van de koninklijke familie, een mooie dag heeft vandaag in Groningen. Bij al zijn inspanningen voor vrijheid van geloof en godsdienst staat de naam Oranje, ons huis van Oranje, bovenal voor vrijheid van nationale zelfbeschikking. Onze koning is hiervan de erfopvolger en het symbool. Een speciaal welkom aan alle gedecoreerden die in al de afgelopen jaren een koninklijke onderscheiding hebben mogen ontvangen. Het zijn er heel veel, mogen we vandaag zien. En ook in de afgelopen jaren, in het afgelopen jaar en gisteren tijdens de jaarlijkse traditionele lintjesregen zijn daar weer een mooi aantal bijgekomen. En ik ga ze u noemen. In het afgelopen jaar waren dat de heer Casper van Ommen, de heer Gert van der Vaart, de heer Luc Greven, mevrouw Antje Doornspleet en daar zijn gisteren bijgekomen de heer Albert Gaal, de heer Teunis Lasje, de heer Imke Weemstra en mevrouw Kok Brouwer de Graaf. Allen hebben zij zich op vrijwillige basis verdienstelijk gemaakt voor de samenleving. En of dat nu ver van huis is, of voor voorzieningen voor bijvoorbeeld schoon drinkwater of dicht bij huis. U heeft allen een flinke steen bijgedragen aan een mooiere samenleving. Bij deze nogmaals mijn hartelijke felicitaties en ik vraag een applaus, een warm applaus voor deze gedecoreerden. Ik wens u allen een hele fijne Koningsdag toe. En voor de heildronk geef ik het woord aan de Koninklijke Landmacht. Dank u wel. En indien mogelijk verzoek ik u weer te gaan staan om een heildronk samen met mij uit te brengen op Zijn Majesteit de Koning. Dat zijn we. Hi. Goedemorgen, burgemeester Bats. Goedemorgen. Het is inmiddels een jaar geleden dat we elkaar hier spraken op Koningsdag. Ja, was dat ook toen? Ja, een jaar geleden. En toen vroeg ik u volgend jaar weer.
Ja. En dat is gelukt? En dat is gelukt, ja. Hoe is het om er weer bij te zijn? Ja, geweldig. Want het is natuurlijk een mooie stad. Ik woon hier graag. We woonden hier toen ook al graag. En het leukste is dat de raad en daarmee de hele benoemingsprocedure eigenlijk op gang is gezet naar in ieder geval de komende 6 jaar. Ja, leuk. En ondertussen wordt de raad geïnstalleerd. Zijn er gesprekken met beoogde wethouders. Kan zo'n Koningsdag eigenlijk nog wat tijd daarvoor opeisen? Ja, zeker. Ja hoor. Ja. Morgen is 600 jaar Blankenham. Daar ga ik ook naartoe. Vorig weekend was het Giethoorn met een feest. En daartussen, het is nu even iets meer uren dan in een normale week. Maar dat is goed te doen. En met dit weer is dit natuurlijk geen straf om hier... Want het was even een kleine discussie. Is het nou bitter koud of is het nou heerlijk weer? Het is heerlijk weer. Bitter koud is het niet. Het is prachtig. Toch? Ja, dat lijkt mij ook. Precies. Nou ja, dus ik moest even die opmerking rechtzetten, vond ik. Goedemorgen, Han Evers. Ja, goedemorgen. Jij staat hier namens Vestingstad traditiegetrouw op Koningsdag. Hoe is dat om dat te doen? Ja, dat is een goeie. Er is niemand anders die het wil. Nee. Ah, ik vind het prima, joh. Dat maakt mij allemaal niet zoveel uit. Ik vind het leuk om te doen. En het mooie dat... Kijk, wij doen het hier heel traditioneel. Je zou dat ook oudbollig kunnen noemen. Aan de andere kant, dat heeft natuurlijk ook wel wat. Hè. Dus, nou, was er nog een heel klein dingetje tussen jou en burgemeester Bats, geloof ik, over het weer? Ja. Nou, ik vond het tamelijk koud. En hij vond het hier loeiwarm. Maar ja, er is wel vaker wat tussen mij en de politiek. Dat ik er iets anders over denk. En dat is maar goed ook. Dat houdt iedereen scherp, denk ik. Ja, zeker. Maar dat is ook cabaret, hè. Want ik sta ook natuurlijk een beetje voor de cultuur in Steenwijkerland. En je moet een beetje cabaret houden. En deze burgemeester, die overigens zeer cultureel is ingesteld, die kan daar goed aan meedoen. Goedemorgen, Albert. Goedemorgen, Joey. Jij staat er dit jaar in een hele bijzondere hoedanigheid. Ja, ik heb met de eer gehad om een lintje te mogen ontvangen van de koning. Dus een hele grote verrassing voor mij. Ja, want dat heeft gisteren plaatsgevonden, geloof ik. Gisteren heeft het plaatsgevonden en ik ben een beetje verrast. En je had van tevoren echt helemaal niks door? Ik ben een hele tijd terug een keer gebeld. Toen vroeg iemand mij van de gemeente hoe lang ik bij voetballen was. Ik zei, al sla je me hartstikke dood. Zeg, ik weet alleen dat Erik Paul, toen wij verhuisden, Erik Paul op school zat. En toen ging hij met Nick Jansen, zo ging hij voetballen. Ik zeg maar, ik heb maar 20 jaar, 25 jaar. Ik zeg, al sla je me kapot. En verder nooit meer had gehoord. Is dit nou echt de kroon op je werk? Ik vind dit de kroon op mijn werk. En ik ga door. Ik zal zorgen dat ik nog veel meer kan doen. Als mijn gezondheid goed blijft, in ieder geval. Ja? Goedemorgen, Benny. Goedemorgen. Jij hebt een aantal jaar geleden een lintje mogen ontvangen? Ja, 2014. En sindsdien is het min of meer je plicht om hierbij aanwezig te zijn? Of het een plicht is, maar het is wel, ik vind het wel belangrijk om erbij aanwezig te zijn. Ja. En waarom vind je het belangrijk? Nou, het is toch wel, je wordt geëerd, je krijgt een koninklijke onderscheiding. En dan bij zoiets, dan iets officieels, vind ik, dan moet je daarbij aanwezig zijn. Maar ondertussen ben je eigenlijk druk met hele andere dingen. Ja, er is nog iets bijgekomen. Ja, de raad. Het is de raad, ja, dat klopt. Ja. Je zit er nu een paar weken in, hoe bevalt dat? Ik moet zeggen, het bevalt goed. Het is voor mij allemaal nieuw natuurlijk. Het is de andere kant van de medaille als het ware. Hè. Het is niet meer alleen voor Steenwijkerwold, maar het is nu voor Steenwijkerland breed. En ik vind het heel interessant en een hele grote uitdaging. En dat was hem weer. Een Tekamp TV vandaag speciaal voor RTV Slos vanaf de markt in Steenwijk. We hebben gezien hoe Koningsdag zich hier opende rond 10 uur. Er zijn nog een heleboel activiteiten in de gemeente. Check daarvoor eventjes bijvoorbeeld de krantwebsite of onze eigen website rtvslos.nl. Dat je kunt zien waar je vandaag nog naartoe kan. Hey, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Kijk ook eens naar de andere video's van Tekamp TV. Dit was Joey Tekamp voor RTV Slos. Tot de volgende keer.